Het Hospice Egmond heeft een eigen magazine met informatie en verhalen over de laatste levensfase en hoe hiermee waardig om te gaan. Met dit magazine wil Hospice Egmond ertoe bijdragen om het contact met mensen in de terminale fase zo intens mogelijk te laten zijn, zodat een afscheid ook iets moois kan worden. Zonder de schroom die er nog steeds is om te praten over de dood. De maker van het magazine is Els Rozemuller. Eigenlijk is het heel divers. Kijk, ik blader nu mijn eigen laatste avondmaal open. Wat ik heb gedaan voor vrienden. Ik ben met vrienden aan tafel gegaan. Daadwerkelijk met de reden van, stel je voor dat dit mijn laatste avondmaal zou zijn. Ik heb ze gevraagd of ze een kaartje mee willen nemen met daarin opgeschreven wat zij aan mij aan kwaliteit willen geven op het moment dat ik op mijn sterfbed lig. Dat hebben we in een mooie tak gehangen, een beetje zoals je hier op de voorkant ziet, met lichtjes. En dat gaf mij een veilig gevoel. De een wilde gewoon lekker een koffietje met me drinken, maar de ander die wilde een wandeling met me gaan maken. Samen naar een wellnesscentrum, gaan mediteren, van alles. Maar ja, ik op deze manier omringde ik mezelf aan tafel met vrienden die, die zeiden van, nou, dit hebben wij voor jou op het moment dat je gaat sterven. Het was gewoon heel fijn. Ja, dat was heel leuk. Nou ja, en verder staat er iemand in die helemaal niet weet wat een hospice is. Het hospice zelf staat er natuurlijk in. Hier in Egmond, waar ik werk. Verhalen van vrijwilligers zelf? Ja, van vrijwilligers zelf. Ja, er staan, ik meen uit mijn hoofd, 12 vrijwilligers in die vertellen wat ze komen doen. Mm-hmm. En ook wat ze komen halen. Want ja, het is ook fijn als je iets hebt om waarmee je weer mee naar huis gaat. Een soort zingeving, maar vooral wat hun goed doet om te komen brengen. Ja, dus dat staat erin. Er staat een verhaal in van een meisje van 7, Chrisje, die wilde nog trouwen voordat ze ging sterven. Dus die heeft er een groot feest van gemaakt. Er staat een wetenschappelijk onderzoek in. Dus allerlei verhalen ook van mensen die met sterven te maken hebben. Jaap Jongbloed staat erin. Die wil gevecht met de dood aangaan. Bekende presentator? Ja, de bekende presentator. Is een vriend van mij, die is erg competitief en die denkt, nou, voorlopig ga ik de dood nog uit de weg. Nou, dat mag natuurlijk ook. Mijn kinderen staan er ook in. Die zijn hun zusje verloren. Dus het is ook heel persoonlijk. Ja. Els Rozemuller overhandigde het magazine dinsdagmiddag 5 april aan Jessica Zwart. Zij is de initiatiefneemster van Hospice Egmond. De overhandiging vond plaats in het voormalige protestantse kerkje naast de abdij in Egmond Binnen. Aanwezig hierbij waren voormalig abt Gerard Martijsen van de Sint-Adelbert-abdij, voorzitter Jan Messu van het hospice, zangeres Kelly Rij, zij zong prachtig, en een publiek van ruim 60 mensen. En dit publiek was ook gekomen voor journalist en auteur Leo Feijen. Hij is onder andere bekend van zijn geloofsgesprekken op televisie bij de KRO. Leo Feijen presenteerde in het kerkje een lezing over de laatste levensfase en over sterven. Hij onderschrijft zeer het belang van het tijdschrift van Hospice Egmond. We weten allemaal dat je op de wereld komt, maar we weten ook dat je gaat sterven. En daar gaan we met een grote boog omheen. En in het sterven kun je verbonden worden met allen die je dierbaar zijn. En ontdek je hoe kostbaar het leven is. En ook hoeveel je van mensen kunt houden. En dat komt allemaal tot uiting in die laatste ogenblikken. En daarom is het zo belangrijk dat het magazine er is. En dat er aandacht is om er te zijn als mensen niets meer kunnen. Want op het dieptepunt van het leven, we noemen dat het dieptepunt. Als mensen niets meer kunnen, vertellen ze wat er in hun hart omgaat. En zeggen ze misschien wel voor het eerst, ik hou van je. U heeft zelf ook iets soortgelijks meegemaakt. Hè? Dat lag wel heel dicht bij uw persoonlijke leven. Zeker. Degene die mij geleerd hebben hoe je kunt sterven en wat er in het sterven kan gebeuren, zijn mijn eigen vader en moeder. En die hebben, toen zij in hun laatste week waren, de deur van hun hart geopend.
Als ouders doe je dat niet zo makkelijk. En zij deden het toen ze ook eigenlijk wisten dat hun tijd er bijna op zat. En mijn vader vertelde toen hoezeer hij eigenlijk zonder vertrouwen is opgevoed. En mijn moeder zei voor het eerst, wil je me kussen? Wil je me kussen op mijn wang? En dit soort momenten gaan een heel leven met je mee. En dan op de drempel van de dood word je zo getroost dat je opnieuw tot leven komt. En dan is een hospice ook een plek waar je helemaal niets meer hoeft. Je wordt verzorgd. Ja. Dan komt er een soort stilte in je. Maar misschien is dat wel het geheim van het leven. Ja. Dat als je niets meer anders hoeft te doen dan er te zijn. Dat dan de meest fundamentele gevoelens van een mens naar boven komen. Zowel bij degene die doodgaat als bij degene die er is. En op die manier word je getroost. En op die manier is er ook leven door de dood heen. Omdat de herinneringen van die laatste ogenblikken je dragen de rest van je leven. Toch gebeurt het helaas niet altijd. Hè? Er is een campagne van Sieren die zegt van praat erover, praat er niet overheen als iemand aan het overlijden is. Maar daarom is het zo belangrijk dat Els Rozenmuller het initiatief heeft genomen om met dat magazine te komen. Ja, ja. Want we kunnen een maandenlang naar die campagne van Sieren luisteren en kijken. Maar zo'n magazine met verhalen van mensen, van concrete mensen, misschien leert ons dat wel meer. En dat geeft ons te denken over hoe wij in die laatste fase met elkaar om kunnen gaan en elkaar nabij kunnen zijn. Els Rozenmuller werkt als coördinator in Hospice Egmond. Voorheen was ze ruim 20 jaar actief als stervensbegeleider. Met passie praat ze over het laatste avondmaal en de zorg en aandacht die er is voor mensen in het hospice. We zeggen als het thuis niet meer kan, kom dan naar een hospice. Ik denk dat je eerder moet komen naar een hospice. Het geeft ruimte ook met de gezinsleden, de familieleden zelf, om nader tot elkaar te komen. Je zit niet alleen maar in de zorg en je hebt het niet alleen maar over hoeveel medicijnen heb ik nog, stel dat en als dit. Nee, er wordt voor je gezorgd. We kunnen dus prachtige dinertjes organiseren die er prachtig uitzien, die hartstikke lekker zijn en die verbinden. Die op een andere manier zorgen dat je tot elkaar komt. En dat is voor degene die gaat sterven, die in zijn eentje gaat, hartstikke belangrijk. Ja. Een hele klus, hè? Zo'n tijdschrift. Ja, dat is echt, dat doe je niet zomaar. Ik had het nog nooit gedaan. Ik wist ook niet hoe het moest. Ik zeg dit is één keer en nooit meer. Maar ja, nu weet ik hoe het moet, dus wie weet. Het magazine is te koop bij de Abdij van Egmond in Egmond Binnen. Boekhandel Dekker en Dekker in Egmond aan Zee. En binnenkort ook via de website van Els Rozenmuller www.hetlaatsteavondmaal.com. De opbrengst komt geheel ten goede aan Hospice Egmond.